Hallo allemaal, ik sta hier in Garderen bij lokaal belangtopper Gertijn Kevelam. Gertijn, wat is jouw lokaal belangrijke thema? Mijn thema is gefaseerd bouwen in Garderen. We staan hier in een heel mooi wijkje, een paar jaar geleden gebouwd in ons dorp. 50 huizen in hele korte tijd. Maar dat is te veel. Te veel huizen in één keer is niet goed. We moeten gefaseerd bouwen, elk jaar een paar huizen, zodat iedereen graag een huis wil hebben. En zodat er kans is voor jongeren om hier te komen wonen in een betaalbaar huis. Dit is goed voor de school, dit is goed voor de voetbalvereniging en voor de andere verenigingen. We moeten zorgen dat het leefbaar blijft. Natuurlijk snap ik dat het goedkoper is om 50 huizen in één keer te bouwen en er dan 10 jaar lang niet meer naar om te kijken. Maar 5 huizen per jaar en dat 10 jaar lang, daar mag best in geïnvesteerd worden. Investeren in de kwaliteit van de samenleving, ook dat is lokaal belang. Precies, en daarom staat dat in ons verkiezingsprogramma. Wilt u meer weten? Klik even hier en u leest er alles over.